Anne van Dijk en Renald Major verbraken de stilte. Met het delen van hun persoonlijke verhaal proberen ze iedereen te behoeden voor seksueel misbruik in de sport. Achterhoeker Marino Pušić werd met Twente kampioen, verkozen tot beste trainer, maar desondanks ontslagen. En als het aan de broers Michael en Joey Hartkom ligt, dan wordt het morgen beestachtig gezellig in Arnhem. Dit is de Week van Gelderland. Met het Europees kampioenschap nog vers in het geheugen en het WK in het verschiet, is het vrouwenvoetbal in Nederland hot. Desondanks viel afgelopen week het doek voor de vrouwen van Achilles 29 uit Groesbeek in de Eredivisie. En er zijn wat dames zijn hier bij mij. Danisha Bruins, van harte welkom. En Megan Roemagoen, spreek het zo goed uit. En met jullie meegekomen is Edwin Borges, assistenttrainer. Ja, tot voor kort van Achilles 29. Afgelopen vrijdag de allerlaatste wedstrijd, Danisha, tegen Excelsior Barendrecht. Ja. Hoe was dat? Ja, het was natuurlijk heel emotioneel. Toen het laatste fluitsignaal klonk, schoot iedereen in tranen. Want dat betekent echt dat het einde is van Achilles. 3 jaar in de Eredivisie Vrouwen gezeten. Waaronder ik zelf het eerste jaar meespeel bij Achilles. En ja, het was natuurlijk heel emotioneel. En dan is het ook nog jammer dat je daar verliest met 5-0. Moest de assistent trainer ook een traantje wegpinken? Ik moest het wel bedwingen, zeg maar. Maar dat was meer omdat wij, bij ons is het gebruikelijk om na de wedstrijd nog even allemaal bij elkaar te komen in een soort van kring. Dan neemt de hoofdtrainer altijd even het woord. En er komen bijna altijd wel goede en verstandige teksten uit, maar nu schoot hij volledig vol. En ik kwam ook niet meer uit zijn woorden. En toen zou ik om me heen een aantal meiden ook vol schieten. Ja, dan is het best wel even moeilijk om je tranen te bedwingen. Omdat je dan pas beseft dat het echt afgelopen is. Het is voorbij. Ja, het avontuur is voorbij, Megan. Hoe voelt dat voor jou? Ja, voor mij dan echt maximaal. Wel, niet echt fijn of zo. Maar je hebt een leuke tijd met z'n allen gehad. En dan is het tijd om ook elkaar los te laten. 3 jaar geleden begonnen jullie aan dit avontuur. Achilles draaide in het begin direct een heel goed seizoen. Ja. Maar op een gegeven moment waren er financiële problemen. Heel veel meiden zijn vertrokken. Jullie gingen met een heel jong team de Eredivisie in. Klopt, ja. Jullie ouders en sponsoren hebben het nog geprobeerd, hè? Ja, inderdaad. Ze hebben het nog geprobeerd overeind te houden. Helaas is dat niet gelukt, maar het zat er al wel aan te komen dat het zou stoppen. Ja, ja. Dus, ouders hebben zo lang mogelijk dit team op de benen proberen te houden. Ja, klopt. Klopt. Ik ben zelf ook een ouder. Hè. Dus in die hoedanigheid ben ik ook in de rol van assistent-trainer terechtgekomen. Volledig pro-deo eigenlijk. We hebben best moeilijke tijden al gehad. Hè. Rondom de winterstop was het al lastig. Gaan we wel of gaan we niet door? Hebben we nog genoeg financiële middelen om het seizoen af te maken? En iedereen heeft er echt toen al de schouders onder gezet. Ook kijken van, kunnen we nog wat sponsoren werven en zo. Maar het mag niet baten. Nee, dat is deels gelukt. Hè. Dus er is wat in de pot gegaan. Er is wel een bijdrage weer geweest van de KNVB. Maar uiteindelijk was het toen al wel duidelijk dat we nog wel het seizoen konden afmaken. Maar dan de doorstart naar een volgend seizoen er absoluut niet meer in zat. Betekent ook dat er geen vrouwenvoetbal in Gelderland meer is op dit niveau? Ja, dat klopt. En dat is heel zuur. Omdat rondom de winterstop zijn er voor zover ik weet nog gesprekken geweest met NEC uit Nijmegen. Om te kijken of zij wellicht geïnteresseerd waren om de licentie over te nemen. En om zodoende echt een doorstart te maken. Maar dat is ook niet gelukt. Nee. Nou is het vrouwenvoetbal in Nederland ontzettend populair. Hè? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het succes ook van onze Oranje Leeuwinnen. Ja, maar die Eredivisie, dat wil maar niet. Hè? Geen hoofdsponsor, weinig publiek op de tribune. Klopt. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat het is natuurlijk niet leuk. Als je kijkt bij de mannen, dan heb je stadions, dan heb je vol. En dan als je kijkt bij de vrouwen op de Eikant, waar wij spelen op Groesbeek, komen maar 30, 40 supporters. Ja, voor ons is die steun dan wel fijn. Want wij zijn niet zo groot gewend, zeg maar. Maar ik vind het wel
niet echt eerlijk tegenover de vrouwen. Nou hebben jullie een teamgenoot gehad, hè? Kika van Es. Ja, klopt. Zij is begonnen toen als aanvoerster bij Achilles. Zij is dat grote publiek inmiddels wel gewend, hè? Want ze zit in Oranje, gaat ook mee naar het WK in Frankrijk. Ben je daar trots op? Ja, ik heb zelf niet bij haar in het team gezeten. Maar ja, dat ze bij Achilles heeft gespeeld en zo, dat vind ik wel knap van haar. En dat ze nu zo ver is. Bij Ajax speelt ze. Ja. Vind ik wel knap. Megan, hoe gaan de vrouwen doen in Frankrijk? Hopelijk wel goed. Maar ja, zoals het eruit ziet, dan komt het ook wel goed, denk ik. Nou hebben de meeste teams de selectie al rond, hè, voor komend seizoen. Ja. Wat gaan jullie doen? Ja, ik ben nu bezig met Duitsland. In Kleef is er een CTO. En die zijn nu bezig ook met meiden van Nederland. En die kwamen toen ook bij ons terecht. En zijn nu een paar meiden waarmee met z'n allen daarheen gaan. Kijken of het wat is en we gaan daar mee trainen. Verder ben ik ook bezig met andere clubs. Maar als Duitsland een goed niveau is, dan ben ik het wel aan het overwegen om daar naartoe te gaan. Eigenlijk best triest, hè, dat jullie je uit moeten wijken naar Duitsland. Omdat in Gelderland deze faciliteiten niet meer geboden worden. Op welke club hoop jij? Ja, ik train ook gewoon met andere clubs mee. En ik zie wel het Schipstrand. Als je mocht kiezen? Ja, het liefst Ajax. Het liefst Ajax. Maar ja... Jij ook? Ook liefst naar Ajax? Natuurlijk. Ja. Dat is wel gewoon een ambitie. Dus. Ja, die verliezen altijd in de halve finales van de Champions League. Ik zou voor Tottenham gaan. Maar goed, fijn dat jullie even je verhaal wilden doen. En succes bij welke club dan ook. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dit was de Week van Gelderland. Een week die begon in stilte. Maar waarin de vrijheid ook groots werd gevierd. Wie ook zijn vrijheid vierde was deze Wallaby in Winterswijk. Zo, hè? Wat is dit nou? Ja, hij was supersnel. Het dier is op bevrijdingsdag nog gezien, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. En alle begin is moeilijk, zo luidt het spreekwoord. Tuurlijk, als je net begint, dan is het heel zwaar. Dat geldt ook zeker voor moslims die meedoen aan de Ramadan. Want overdag niet eten en drinken, dat is wel even schakelen. Voor mij is het even een paar dagen even wennen. Dat ik niet per ongeluk wat ga drinken of zo. En wist je dat er een Gelders tintje zit aan het Eurovisie Songfestival? Volgende week in Tel Aviv. Duncan Lawrence wordt dan namelijk gekleed door niemand minder dan de Arnhemse modeontwerper Sjaak Hullekes. Ik had eigenlijk wel meteen een idee bij van dit wil ik wel voor hem maken. Dit past bij mezelf en dit past bij hem. En het was natuurlijk ook de week van de halve finale in de Champions League. Bij de familie en vrienden van Ajax-ziet Klaas-Jan Huntelaar in Hummelo begon de avond zo. Eindigde zo. Hij gaat erin. Hij zit erin. Spurs scoort. Nee. Het gebeurt. Het is gebeurd. En Maura heeft er 3 gemaakt. Ja, tja. Dan zit er nog maar 1 ding op. Laten we maar bier gaan drinken. Ronald Major is als 12-jarig voetballertje van Vitesse seksueel misbruikt door zijn teamleider. 1,5 jaar geleden trad Ronald met zijn verhaal naar buiten en dat deed hij onder andere bij Jinek. Het is ongelooflijk wat voor impact dat heeft. Je draagt het gewoon jarenlang met je mee. Het is een verschrikkelijk groot taboe. Je weet bij God niet met wie je het moet delen. En op het moment dat je bij een betaald voetbalorganisatie zit, wil je er ook niet over praten. Want de weg ernaartoe om binnen zo'n betaald voetbalorganisatie te komen, die is al immens lang. En je komt daar ook niet zomaar binnen. Dus het is ongelooflijk moeilijk. Ja, Ronald, hoe is het om die beelden weer te zien? Ja, dat is een tijdje geleden. Echt wel een tijdje geleden. Dus, maar... Ja, we zijn nu weer een tijdje later, dus... We zijn 1,5 jaar verder. Jaar verder, ja. En jij zet je tegenwoordig in met jouw stichting De Stilte Verbroken... Ja. Hè, voor mensen die hetzelfde is overkomen, lotgenoten. Heb jij al veel verhalen van mensen die naar buiten zijn getreden... zoals jij dat deed door jouw verhaal? Heb jij anderen daartoe aangezet? Ja, gelukkig wel.
Gelukkig heb ik daaraan bijgedragen. In ieder geval na een aantal live-uitzendingen die ik heb gehad, zijn er bij elkaar, ik denk zo'n 16 naar buiten getreden. Ja. En ook in, over de grens, ook in Vlaanderen, heb ik begrepen dat er zo'n 6 slachtoffers naar buiten getreden zijn. Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling eigenlijk. Als je terugkijkt op de afgelopen anderhalf jaar, welke veranderingen heb jij dan mede teweeg gebracht? Wat is er gebeurd allemaal met jou? Nou ja, doordat je, onderwerp? Doordat je naar buiten treedt, wat natuurlijk op zichzelf natuurlijk al een grote stap is. Wat ik daar ook mooi aan vind in ieder geval is dat het dusdanig andere mensen getriggerd heeft om ook naar buiten te komen. Dus ik denk dat dat wel een hele positieve ontwikkeling is. En ik denk dat ik daar ook gewoon... Kijk, daar doe ik het denk ik ook voor. Ik heb daarin ook gewoon een missie. En waar die missie eindigt, dat weet ik echt niet. Er zijn in ieder geval hele mooie samenwerkingen ontstaan, hè, met NRC, ja, NSF, met de KNVB, ja, met Vitesse. Ja. Het Oranje Fonds, hè, gaat er misschien ook nog bij komen. Er is ook een beerput open gegaan, hè? Er is een ontzettende beerput. Ik had dat toen ook al genoemd bij Jinek. Maar je hebt natuurlijk die hele hashtag MeToo gehad. Je hebt de sportwereld, je hebt de showbizwereld. Dus het is ontzettend groot geworden eigenlijk. En, ja. In de tijd dat jij jouw verhaal deed, hè, verscheen er ook een rapport van Commissie de Vries. Ja. Daaruit bleek dat 1 op de 8 sporters het te maken krijgt met seksueel overschrijdend gedrag. Ben jij geschrokken van die cijfers? Ja, ik ben wel heel erg geschrokken van die cijfers. Ja. Dus dat is, dat is ongekend. Dat is ontzettend, ontzettend veel. En 3/4 van die sporters is dan ook nog eens geen 16 jaar oud. Naast jou zit Anne van Dijk, nu wel 16. Voor jou was dat jaar, hè, 2017, waarin Ronald zijn verhaal deed. Het verhaal, het jaar waarin het bij jou misging. Ja. Wat is er gebeurd? Ik ging naar de training. Ik dacht naar een training te gaan, zoals ik altijd ging trainen. Maar in tegendeel, er gebeurde iets anders. En ik moest omkleden, een beachsetje passen, wat een soort bikini is in het beachvolleybal. Mm-hmm. Omdat ik daar selectie voor deed, voor de beachvolleybal training. En toen ik aan het passen was, zag ik de telefoon van mijn trainer onder de deur. Dus ik heb hem daarop direct aangesproken. Jij was toen 13, hè? Ja, ik was 13 jaar oud. En dan spreek je als 13-jarig meisje direct je trainer aan. Ja. Dat is op zich al een hele prestatie. Ja, dat hoor ik dan van achteraf van iedereen ook. Alleen op dat moment ging er in mij maar 1 ding om. En dat was dat ik aangifte moest gaan doen. Want ja, zo'n gedrag, dat kon gewoon niet. En jij ging naar huis, vertelde jouw verhaal aan je ouders? Ja, ik heb eerst de trainer zelf erop aangesproken dat ik zijn telefoon onder de deur heb gezien. En toen reageerde hij? Hij zei van, nee, dat is niet waar, dat was mijn schoen. En ik vind heel erg dat je zo over mij denkt. En ik krijg er buikpijn van. Dus hij legde eigenlijk de schuld dan bij het slachtoffer zelf neer. In dit geval bij mij dus. Toen heb ik mama gebeld en toen daarna ben ik naar huis gegaan. En mama zei, we gaan naar de politie. Nou, dat riep ik zelf in de auto heel hard van, we gaan nu naar de politie, we gaan nu aangifte doen. En ja, dat is toen ook gedaan. En hoe reageerden ze bij de politie? Ja, die hebben heel goed gehandeld. Die hebben gelijk eigenlijk gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben de trainers staande gehouden. En hij had 11 gegevensdragers in zijn auto liggen, wat we later in de rechtszaak hoorden. Dus die wist al heel goed dat er iets fout was. Hij had al heel veel gewist ook al, hè? Dat denken we zeg maar wel. We hebben geen bewijzen voor. Maar juist omdat jij zo snel gehandeld hebt, ja, is hij staande gehouden. Dit is pas. Ja, daarom is het ook zo goed dat je zo snel aangifte doet en dat je het snel meldt, zodat de middelen die vrijgesteld kunnen worden ook vrijgesteld veiliggesteld worden. Dat is jouw boodschap ook, hè? Snel in actie komen. Jouw verhaal is pas van 2 jaar geleden. Ja. Toch reageerde niet iedereen in jouw omgeving hier goed op, hè? Nee, dat klopt. Want wat maakte jij mee? Nou, ik werd vooral in eerste instantie werd ik heel veel. Geloofden veel mensen mij niet, want het was zeg maar de trainer en hij was eigenlijk de ideale schoonzoon. Hij was lief, aardig en iedereen vertrouwde hem. En als je dan met zoiets naar buiten komt en je woont net in je woonplaats, dan ja, niemand geloofde je echt. En dat was een hele zware periode voor mij. En daarna was het dus eigenlijk wel gebleken dat hij het wel had gedaan. En op dat moment word je eigenlijk alleen maar genegeerd. En
ja, dan begint eigenlijk het traject pas. In plaats van dat mensen trots op jou waren, hè, een arm om je heen sloegen van, en wat goed dat je ermee naar buiten komt, werd je genegeerd. En dat voor een meisje van 13, dat moet echt een hele heftige periode zijn geweest. Ja, de eerste periode bestond dus eigenlijk gewoon uit ongeloof. Maar daarna, is dat nu nog van invloed op jouw leven? Ja, het heeft vooral heel veel invloed gehad. Maar nu probeer ik alles wat ik heb meegemaakt om te zetten in het positieve. En probeer er juist andere mensen mee te helpen. En daardoor probeer ik het nou wel om te zetten. De trainer kreeg 2 maanden gevangenisstraf. Hè? Mag 10 jaar gelukkig geen training meer geven. Je zei al, ik probeer het om te buigen in iets positiefs. Ja. Daarom ben jij samen met Ronald, het gezicht van de stichting De Stilte Verbroken. Herkennen jullie veel in elkaar? Ja, ja? Zeker wel. En ook bijvoorbeeld dingen die we mee hebben gemaakt in het traject. Toch wel dezelfde gevoelens erbij gehad. Ja, hoe is het om hier samen in op te trekken? Ja, je voelt je gesteund en ook gewoon vertrouwd bij iemand waar je verhaal kwijt kan, die je begrijpt en die hetzelfde heeft meegemaakt. Ja. Ja. En die niet negeert, maar naar je luistert. Ja. Ja. Zondag dan trekken jullie ook samen op, Ronald. Dan zijn jullie aanwezig op het Frame Festival op Papendal om daar te praten met heel veel mensen over seksueel of overschrijdend gedrag in de sport. Wie zijn er allemaal bij aanwezig, Ronald? Ja, er zijn verschillende mensen vanuit gemeentes, sportbedrijven vanuit gemeentes, bestuurders vanuit de sportbonden, genodigden vanuit de stichting met wie wij samenwerking hebben. NOC-NSF uiteraard ook aanwezig. Dat stemt me in ieder geval heel erg goed. En als ik de lijst zie, dan verwachten we wel wat mensen zondag, ja. Er zijn hopelijk heel veel mensen. En er zijn ook al heel veel stappen gezet, hè, door NOC en NSF. Ze kwamen vandaag met eigenlijk, zijn het positieve cijfers? Nou, ja, misschien is, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat, kijk, ik bedoel, wanneer je kritiek op een bepaalde organisatie moet hebben, dan hebben we met z'n allen kritiek. En dat moet je misschien ook gewoon hebben. Zij hebben ook behoorlijk wat kritiek gehad natuurlijk. Zij hebben de commissie zelf in het leven geroepen om tot een onderzoek te komen. Zij hebben kritiek gehad omdat jij hebt ook jouw verhaal daar gemeld. En wat kreeg je te horen? Nou, in ieder geval wel excuses. Ja, uiteindelijk wel. Maar in eerste instantie werd er gezegd van, joh, dit wordt een hele moeilijke en lange procedure. Je hebt eigenlijk een beetje afgeremd. Ja. Klopt dat? Ja, en toen, eigenlijk toen wij net aangifte hadden gedaan, toen kregen we te horen, hou het stil, ga het niet melden, want je komt in een vreselijk traject. En daarna zijn we nog wel op gesprek. En de boodschap nu, gelukkig ook van NOC, is NOSF, hou het vooral niet stil. Hè, ja. De stilte moet verbroken worden. Ja. Dat is ook de naam van jouw stichting. Vandaag kwamen ze met de cijfers naar buiten. Het Centrum Veilig Sport Nederland van NOC en NSF ziet sinds februari een stijging in het aantal signalen die wijzen op misbruikzaken. In het verleden ging het om 5 signalen per jaar. En de afgelopen 2 maanden, dus sinds de oprichting van dat centrum, zijn dat er al meer dan 10, Ronald. Ja. Ja, nee, maar dat is wat ik probeer te zeggen. Nou, moeten we daar trots op zijn? Nou, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk dat het gebeurt, maar ja, zeker. Het feit dat het gemeld wordt is goed. Ik denk, je ziet in ieder geval een grote vooruitgang. En daar is het natuurlijk ook allemaal gewoon om te doen, is dat je er met elkaar voor gaat dat je die cijfers terugdenkt. En daarin is het NOC-NSF daar natuurlijk een hele belangrijke speler in. En op het moment dat mensen dingen die niet goed doen, dan moet je het zeggen. Maar op het moment dat je duidelijke verbetering ziet, dan moet je het ook zeggen. Dus wordt op alle fronten keihard aan gewerkt. Keihard aan gewerkt. En laten we hopen dat jullie met het delen van het verhaal heel veel leed voorkomen bij andere sporters. Dank je wel. Ja. En succes zondag. Dank je wel. En dan gaan we het echt even over iets heel anders hebben. Want als het aan de broertjes Hartkamp ligt, dan wordt het zaterdag beestachtig gezellig op hun eigen feestbeestenfestival in hun stad Arnhem. Dat Joey en Michael Hartkamp ooit de muziek in zouden gaan, is geen verrassing. De muzikaliteit is er bij de broers met de paplepel ingegoten. Want toen de jongens nog klein waren, schreef vader Emiel al hits voor onder andere René Vroeger, Marianne Weber en Frans Bauer. Heb je even voor maan? En zijn de mannen een dag niet in de studio, dan kan je hen vinden bij hun andere grote liefde, Vitesse.
En na een eigen serie, talloze tv-optredens en een karrevracht aan platen voegen de mannen dit weekend een nieuw muziekhoofdstuk toe aan hun jongensboek. Een festival in hun eigen stad. Ja, een festival in hun eigen stad. Ze staan hier, Joey en Michael Hartkamp, van harte welkom. Ja, Joey, werd jij zo weinig gevraagd voor festivals dat je dacht, dan ga ik zelf me organiseren? Ja, ik denk dan, ik wil toch een boeking hebben, dan maar op deze manier. Ja, dan moet ik zelf een festival maar doen. Hey, 10.000 mensen, jullie zijn gewoon helemaal uitverkocht. Ja. Zag je dat aankomen, Michael? Nou ja, je begint ergens met geloof. Het begint met geloof en je steekt je nek uit en... Als twee Arnhemse jongens, echt ook uit het volkse Klarendal, begin je ergens mee. 3,5 jaar geleden, gewoon een klein feestje. En dan denk je nu van oké, we gaan proberen dat uit te bouwen. En dan hopelijk over 5 jaar zijn we zover dat we een keer een festival kunnen organiseren in onze eigen stad. Alleen dat ging iets sneller dan verwacht vanwege het succes van Facebeest. En dus daarna straks 10.000 mensen uit een dak te gaan op de snollebollekes. Jannes? Ja, vooral Joey natuurlijk. En op Joey, detail. Party Animals, Tour Unlimited. Jody Benal. Jody Benal. Tino Martin. Dat is wel een lekker lijstje, toch? Ja, nee, ja, enorm trots op, weet je. En wat we gemerkt hebben, we zijn ooit begonnen met het feestje met eigenlijk alleen maar Nederlandstalige artiesten. Toen kwamen we erachter dat Nederlandstalige feestmuziek heel goed samengaat met 90's. En dat een Jannes dus heel goed samen kan met een Paul Elstak. En dat combineren jullie dus op het feestbeestfestival. Is dat het succes? Ja, maar dat is ook een beetje gewoon het publiek aanvoelen. En ik denk ook oprecht dat wij het publiek zijn. Wij zijn ook echt zelf de feestbeesten. Michael, dat was me nooit opgevallen. Ja, af en toe zie je ons op de Korenmarkt, maar nee. Alcoholvrij hoor, nee. Ja, nee, nee. Weet ik. Nee, maar je kijkt gewoon in de zaal en dan zie je gewoon... De eerste editie, wat Joey zegt, hadden we gewoon echt wel qua programmering een Hollands feestje. Maar we hadden ook een DJ die af en toe gewoon lekker aan het draaien was. En die draaide dan Happy Hardcore. En dan zag je al die mensen, ook Jannes fans, Tino Martens fans, die zag je helemaal uit een plaat gaan. Het kan prima samen. Het gaat prima samen. We wijzen jullie. Ja. Hoe is de rolverdeling trouwens? Bij mij beginnen we de Bami-rol vaak. Jij bent de manager en ik begrijp wel, Michael, waarom. Hè? Ja. Nou ja. Hij is voor het vermaak. Nee, ik ben de rust zelf. Hij is voor het vermaak en jij voor de centen? Ja. Ja? Nee. We versterken elkaar enorm. We zijn allebei hele creatieve geesten. En ik denk dat de kracht bij Facebase is dat wij gewoon een heel sterk team om ons heen hebben verzameld. En daarmee gewoon het beste ook uit het festival kunnen halen. En hoe zit het met Pa Hartkamp, Emiel? Ik zag hem volgens mij is hij er ook. Ja, die is er ook. Maar bemoeit hij zich ermee? Of staat hij straks gewoon heel trots te zijn op zijn vader. Jongens? Die is vooral vader op dit moment. En dat doet ons ook ontzettend veel deugd. Ik bedoel, wij willen gewoon op eigen benen staan. En dat wil niet zeggen dat je geen advies kan inwinnen van je vader. Ik bedoel, onze pa heeft natuurlijk zijn sporen verdiend. En die heeft heel veel ervaring. Dus dan ga je echt wel advies vragen. Maar kleine jongetjes worden groot. En mag ook niet vergeten gezegd worden. Kijk, onze moeder die is er ook 24-7. Die staat trouwens de kleedkamers van de artiesten nu schoon te maken. Geen man presteert Joey zonder een vrouw. Nee. 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 Ga je voor ons zingen? Gaan we zingen. Wat ga je zingen? Hoor je mijn hart. Hoor je mijn hart? Yes. Hoor je mijn hart? Nee, ik hoor het nog niet. Ga jij maar vast klaarstaan. Kun je slapen vannacht, Michael? Ik denk het wel. Nou ja, alle voorbereidingen gaan echt voortreffelijk. En ik heb er vooral veel zin in. En we gaan ook echt genieten, hè, Joe? Zeker. Jullie gaan genieten. Wij gaan genieten nu van jou. Joey Hartkamp met Hoor je mijn hart? Hoor je mijn hart, zeg dat boem, boem, boem. Ik wacht nog steeds op dit zoen. Ik wil dat jij jouw leven deelt met mij. De maanden die verslijken vanaf dat ik jou ken. Ik wil je niet verliezen omdat jij... Jongens, we gaan even klappen. Komt-ie! Ik wil je niet verliezen, ook al heb ik je nog niet. Maar de tijd begint te dringen voordat jij een ander kiest. Want mijn leven is een leugen als je niet de waarheid kent. Komt op deze mooie woord. Oké, jongens, het is weekend! Hoor je mijn hart, het gaat boem, boem, boem. Ik wacht nog steeds op die zoen. Ik wil je, maar niet alleen om van te dromen. Zeg wat je voelt, wat je met me wilt. Jij zet mijn hart in de euro tilt. Ik wil dat jij jouw leven deelt met mij. Het is de taal der liefde die ik in jouw ogen lees. Kom, laat je hart maar spreken, want dat telt voor mij het meest. Hoor je mijn hart, het gaat boem, boem, boem. Ik
wacht nog steeds op die zoen. Ik wil je, maar niet alleen om van te dromen. Zeg wat je voelt, wat je met me wilt. Jij zet mijn hart die de uur op tilt. Ik wil dat jij omhoog gaat, want dan komt ie. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Kom maar. Ik wil alleen maar weten, heeft het wachten voor me zin? Of moet ik je nu vergeten, was er nooit een echt begin? Ik verdwaalde in jouw ogen, zonder dat je mij iets zei. Maar ze hebben nooit gelogen, want dat zegt iets diep in mij. Jij hoeft niets meer te verbergen, speel met mij maar op een kaart. Want ik doe bij jou hetzelfde, ik heb het conti. Hoor je mijn hart, het gaat boem boem boem. Ik wacht nog steeds op die zoen. Ik wil je, maar niet alleen om van te dromen. Zeg wat je voelt, wat je met me wilt. Jij zet mijn hart die de uur op tilt. Ik wil dat jij jouw leven deelt met mij. Het is de taal der liefde die ik in jouw ogen lees. Kom, laat je hart maar spreken, want dat telt voor mij het meest. Hoor je mijn hart, het gaat boem boem boem. Ik wacht nog steeds op die zoen. Ik wil je, maar niet alleen om van te dromen. Zeg wat je voelt, wat je met me wilt. Jij zet mijn hart die de uur op tilt. Ik wil dat jij jouw leven deelt met mij. Hoor mijn hart, het gaat boem 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 boem. Je weet wat ik wil, dat jij jouw leven deelt. Voor de laatste keer. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Kom maar. Jouw leven deelt met mij. Zo. En dan gaan we het over sport hebben in de Week van Gelderland. We gaan trouwens ook een duet opnemen met Travassi, maar daar kom je later maar een keer over vertellen. Iets heel anders. Hij werd kampioen met FC Twente. Deze week verkozen tot de beste trainer, maar desondanks ontslagen. Zoals een Belgische krant kopte, je zult Marino Pušić maar zijn. En daar staat hij dan, van harte welkom. Ik ben blij dat ik er ben. Wat een week voor jou. Ja. Je wordt op dinsdag ontslagen en woensdag word je dan verkozen tot de beste trainer van de eerste divisie. Ja. Welk gevoel overheerst? Nou, het enige gevoel die overheerst bij mij is eigenlijk trotsheid en blijdschap. In verband met het kampioenschap. Dankbaarheid en erkenning. En een grote eer om verkozen te worden door mijn collega's en hun aanvoerders en de vakmensen. Trots over je. Zullen we even kijken naar dat hele mooie moment dan? Ja, mooi. Marino Pušić heeft veel kritiek over zich heen gehad dit seizoen. Het spel was niet altijd goed, maar nu kan hij de armen in de lucht steken, want daar is het eindsignaal. Als trainer is dit gewoon een ultieme prijs. Ja, ik kom van heel ver. Met welk gevoel sta je hier, Marino? Ja, bijzonder trots. En waar ben je het meest trots op? Eigenlijk op ons allemaal. Ja, dan word je kampioen met maar liefst 11 punten voorsprong. Dan breng je FC Twente terug naar de Eredivisie en dan staat er gewoon een werkloos trainer tegenover mij. Onvoorstelbaar, hè? Dat is toch heel zuur? Ja, jawel. Dat is niet wat ik wilde, dan zal ik dat even voorop stellen. Maar het is nou eenmaal hoe het voetballerij werkt. Jullie waren op weg naar dat kampioenschap en toch hing jouw ontslag al een tijdje in de lucht. Er werd al een beetje over gespeculeerd. Ja. Wat was het moment dat jij dacht, het is voor mij over en uit in Enschede? Nou ja, ik vond het eigenlijk al raar dat het zo aan toe ging. Dat vond ik al bizar en opmerkelijk. En eigenlijk tot het laatste moment heb ik me niet bezig gehouden met die negativiteit eigenlijk, maar met het vervolg. En pas op het moment dat mensen echt maar in de ogen durven te kijken om dat te vertellen, dan weet je dat het ook een einde is.
En, dat was en afgelopen niet dinsdag, hè? En niet derde, ja, precies. Ja. Dat was afgelopen dinsdag. Dan komt er altijd een officieel verhaal naar buiten. In dit geval van de technisch directeur van Twente, Ted van Leeuwen. Dan wordt er zoiets gezegd als van, ja, onze voetbalfilosofie. Daarin verschilden we, en ook de uitvoering daarvan. In de wandelgangen wordt gezegd, er was geen chemie meer tussen Pušić en de spelersgroep. Nou, hoe voelde dat voor jou? Wat is volgens jou de lezing? Kijk, de topsport, überhaupt leven, bestaat voornamelijk uit feitelijkheden. En feitelijkheden zijn eigenlijk dat ik een opdracht heb gekregen om deze club vrijwel uit een onmogelijke situatie terug te brengen naar de Eredivisie. Iedereen in het land weet hoe onze start is geweest. Een club met grote financiële problemen. De selectie was niet rond, hè, toen jij aan het seizoen begon. Nou, dan druk je ook heel zacht uit. We hadden eigenlijk maar 12 selectiespelers, waarvan er maar 3 regelmatig hebben gespeeld de jaar daarvoor. En dat sleepte zich voort eigenlijk tot en met de 5e competitiewedstrijd. Kun je nagaan. En uiteindelijk is de selectie, bij wijze van spreken, 5-12 samengesteld naar maatstaven van de eerste divisie. Dus op het moment dat jij zegt, ik kijk naar feiten. De feiten spreken gewoon in jouw voordeel. Ja. He, je begon hartstikke slecht. Je legt wel uit waarom dat zo is. Je wordt kampioen met 11 punten voorsprong. Waarom ben jij ontslagen? Nou ja, precies wat ze zeggen. Dat ze een andere weg willen bewandelen. Dat is het goed recht van een club. Maar wat denk jij? Dat is de officiële lezing. Nou ja, laat ik daar maar op zeggen dat mensen graag willen een andere spel zien. Hè? En wat ze daar precies onder verstaan is waarschijnlijk... En wie zijn dat dan, de mensen? Zijn dat de supporters de eindverantwoordelijke, of zijn dat de eindverantwoordelijke binnen de club? Kijk, mensen die deze club echt gevolgd hebben vanaf dag 1... die hebben ook geroepen dat het een Mission Impossible was. En eigenlijk, realistisch gezien, was dat op dat moment. Maar uiteindelijk redden wij dat wel met 3 wedstrijden voor het einde om kampioen te worden. Wout Brama, de aanvoerder, zei van, joh, als je in augustus tegen ons had gezegd, we worden kampioen, dan had ik je voor gek verklaard. Maar we zijn kampioen geworden. Ja. Hij had het wel over, we voetbalden niet best. Het is een beetje een repeterend verhaal, zei hij naar de laatste. Nou ja, maar dat wil is ook ik... een beetje het verwijt aan jouw adres. Hè? Ja, maar daar wil ik iets over zeggen. Daar gaat niet voetballen best, gaat het eigenlijk om 1 onderdeel van het voetbal. En dat is namelijk in balbezit. Even voor het bredere publiek uitleggen. Om goed te spelen in balbezit moet je een surplus aan bepaalde kwaliteiten hebben. En ik vind dat wij dat altijd getracht hebben in alle wedstrijden. Op zoek waren, ook in onze opstellingen, hebben we eigenlijk getracht om zoveel mogelijk vooruit te spelen, om goals te scoren. Onze doelsaldo spreekt voor zich eigenlijk. En ik vind dat we maximaal eruit gehaald hebben uit de mogelijkheden van deze selectie, die nogmaals 5-12 samengesteld is. Dat is ook een beetje een verwijt aan jouw adres. Je zou te veel wisselen. Nou ja, je wisselt als trainer om bepaalde wedstrijdbeeld te proberen te veranderen of iets te bewerkstelligen ten aanzien van de resultaat. En als je dan echt de effect van mijn wissels bekijkt, hè, als ik daarop in moet gaan, nou, kijk maar de wedstrijd daarna en dan zul je effect daarvan zien. Marino, je bent gewoon kampioen geworden met 11 punten voorsprong. Ja. Dat is fantastisch, laten we het positief houden. Als 18-jarige kwam jij uit het Bosnische Mostar naar Doetinchem. Je bent het oorlogsgeweld ontvlucht. Je bent neergestreken in de Achterhoek. Volgens mij heb je daar 25 jaar gewoond. Klopt, en woon je nu bij de Broertjes Hartkampen hier in Arnhem. De buren. Ja, bij de buren. Dat zijn je buren. Nou, daar ben je klaar mee. En nou heb jij ook een tijdje ben je actief geweest bij de Graafschap. Nou, zoek die club een trainer. Zou je naar de Graafschap willen? Nou, dat is een vraag waar ik niet op kan antwoorden op dit moment. Ik ben iemand die echt in beweging komt en nadenkt over een club op het moment dat een daadwerkelijke vraag vanuit de club zelf komt. Ja, je staat niet volgens mij in het lijstje met favorieten bij die club, als ik een beetje de geluiden mag geloven. Verbaas je dat? Ik weet het niet. Ik ben, nogmaals wat ik zeg, ik ben nergens bezig op dit moment. Ik heb net mijn zaak afgerond met FC Twente. En wat de toekomst gaat brengen, dat zien we binnenkort. Maar ik denk na een korte vakantie, dan ben ik ook eigenlijk klaar om een nieuw avontuur aan te gaan. En welke club hebben we? Welke van Schaik, ook nog niet gebeld. NEC, ook zonder trainer. Er zijn wel wat kansen hoor, gewoon lekker in de buurt. Dat is ook zo. Arnhem-Nijmegen ligt wat gevoelig.
dat zien we dan wel wat de toekomst gaat brengen. Ja. Ik, nogmaals, pas op het moment dat er een concrete vraag komt van een club, ben ik een persoon die dan ook over gaat nadenken en vragen over gaat stellen. En dan weet je ook of je dat moet gaan doen of niet. Ja, jij begon het gesprek met ik ben trots op het kampioenschap en terecht. Ja. Maar jij moet toch ook stevig balen, Marino? Nou, het is buitengewoon vervelend natuurlijk. Voelt het als onrecht? Zeker. Maar het is gewoon buitengewoon vervelend voor iedere mens, denk ik. En, ja. Ik bedoel, daar hoef ik niet ingewikkeld over te doen. Maar nogmaals, het leven is nou eenmaal soms zo. En zeker in voetbalrijen zijn soms onvoorspelbare dingen. Zo gaat het in voetbal en zo gaat het zeker bij FC Twente. Want laten we eerlijk zijn, zo verging het alle trainers bij die club de afgelopen 10 dus jaar niks volgens nieuws. Mij. Hè? Dus niks dus nieuws. Helemaal niks nieuws. Niks nieuws, er zijn alleen maar andere namen aangekomen. Alleen een andere naam, in dit geval was jij het, Marino Pušić. Ik hoop dat er heel snel een mooie club zich voor jou meldt. Dankjewel. Dankjewel. Geef hem een applaus, toch de kampioen van de eerste divisie. Ja, Colin, hoe ga je dit nu allemaal weer samenvatten in een lied? Geef hem in ieder geval applaus. Colin Hoeven, onze singer-songwriter. Achilles is niet meer de droom vervlogen. De tranen zijn gelaten, het is voorbij. Powervrouwen aan de bal geven niet zomaar op. Gelderland raakt wat kwijt, ons plekje bij de top. Steun vrouwenvoetbal overal, die dames, zet ze eens voorop. Feesten met de beesten uit ons Arnhem. Gebroeders Hartkamp stampt een festival uit de grond. Niet alleen piraten, de 90's doen ook mee. Heel familie Hartkamp viert zo hun grootste feest. De stadsblokken gaan trillen, de harten slaan op hol. 10.000 gekke beesten, dat festival, dat zit zo vol. Zijn ze gek bij FC Twente? Zomaar de beste trainer weg. Eerst ontslagen, toen gelauwerd, pinkt hij dan een traantje weg. Het zure naast het zoete, zo zit het voetbal in elkaar. Pušić weg bij Twente, tja, dat blijft wel raar. Strijden elke dag tegen het trauma. Hoe misbruik in de sport je langzaam breekt. Renald verbrak de stilte en deelde zijn verhaal. De beerput werd geopend, maar zijn missie staat centraal. En Anne was pas 13, gaf toen meteen de dader aan. Na ongeloof de stilte, maar zij heeft niets misdaan. Wat mij betreft een voorbeeld, voor mij is zij een held. Want die stilte moet verbroken. Luister wat er wordt verteld.